Hallo, ik ben van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik de mooiste voetbalvrouwen. En dan niet vrouwen die voetballen, maar vrouwen van voetballers. En oh mijn god, hier zitten best wel lekkere wijven bij. Kan je linksom, kan je rechtsom. In ieder geval, vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren als je het allemaal heel leuk vindt. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan hoor je namelijk bij hashtag teambelletje. De comments onder de vorige video stonden al helemaal vol mee. Hartstikke tof om te zien. Je krijgt dan een melding wanneer ik een video upload. En ja, wie wil dat niet? In ieder geval, laten we dan maar meteen gaan beginnen. We beginnen met David De Gea. Goeie keeper, uitstekende keeper. En zijn vriendin heet Edoen. En ja, zoals jullie zien, ja... ziet eruit als een topwijf. Kan je links of kan je rechts, maar ziet eruit als een topwijf. Helemaal niks mis mee. Dan de allereerste centerback is Piqué. Team of the year. Piqué, eerste eigenaar. Wat gaan we lekker. Zijn vrouw, uiteraard, Shakira. Toppertje. Napanapana. Waka waka. Vergeet trouwens zeker geen duimpje omhoog te doen voor deze video. 35 likes is super anders. Hij moet zeker lukken. En gaan we nu door met de volgende speler. En de volgende speler is Sergio Ramos. Ook first owner. Heb ik namelijk ook gepakt. Zijn vrouw is... Pilar Rubio. Pilar Rubio. En daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. Dan als derde centerback hebben we Thomas Vermaelen. En Thomas Vermaelen heeft een relatie met Polly Parson. Misschien zijn ze wel getrouwd trouwens. Ik heb eigenlijk geen idee. Polly Parson. Ja, dat Vermaelen zo iemand kan krijgen. Dat bewijst maar echt dat je het beste gewoon een profvoetballer kan worden. Want ja, what the fuck. De eerste centerback die we hebben is Khedira. En zijn vrouw heet Lena Gerke. Waarschijnlijk een Duitser. Normaal ben ik niet zo van de Duitsers. Maar dit is wel echt een top Duitsertje. Genieten. En natuurlijk kan onze Nederlandse ons niet ontbreken. Daarom hebben we Wesley Sneijder uiteraard in het team. Met als vrouw Jolante en Jolante. Oh, iedereen vindt Jolante eigenlijk gewoon een topper. Jolante, ik weet dat je allemaal video's kijkt. Als je nou een keer samen een video wil opnemen, zeg het even, dan doen we dat. Dat kan gewoon geregeld worden. En dan zijn we bij Kevin Prince Boateng en zijn vriendin heet Melissa Satta. Ja, Melissa Satta. Dikke Dan op de laatste center mid, eigenlijk links mid positie, hebben we Gutsen met zijn vriendin Anne-Catherine Brummel. Ja, en dit is echt toppetje. Dit is wel echt een van mijn favorieten hoor. Anne-Catherine Brummel, daar kan ik persoonlijk de hele dag naar kijken. En dat ga ik ook zeker doen, dus doei. We gaan door naar de volgende center mid. Dit is er eentje die jullie misschien niet verwachten. Het is namelijk Tom Cleverley. Ja, Tom Cleverley met zijn vrouw, hoe heet ze? Georgina of zo? Georgina Dorset. Ja, opnieuw valt er weinig te zeggen. Gewoon dikke Dan komen we nu aan bij twee laatste spelers, de twee spitsen. En de eerste spits die we hebben is Matri en zijn vrouw heet Federica Nardi. Federica Nardi. Ja, ziet er gewoon allemaal prima. Ziet er allemaal op en top uit. Ja, is weinig mis mee. Is echt weinig mis mee. En dan komen we natuurlijk bij de laatste speler. En dat is Peter Crouch. En zijn vrouw heet Abigail Clancy. Ja, en als Crouch zo'n vrouw kan krijgen, ja, dan moet ik toch ook mijn profvoetballer worden. In ieder geval, dit is het team met de mooiste vrouwen. We gaan er één potje mee spelen. En ja, ik ben benieuwd hoe het speelt. Als ze even spelen als hoe mooi hun vrouwen zijn, dan ga ik makkelijk winnen. Geen stress. Let's go. Oké, dit is mijn tegenstander. Zijn team. Maakt niet uit. Ik ga toch wel winnen. Oké, die woorden moet ik misschien terugnemen. Dit kan nog wel eens lastig worden. Dan gaan we dan. Ja, Crouch, hangen. Longshot. Ah, niet heel best. Abigail zal niet blij zijn. Maar ja, dan kijkt Abigail even op de bankrekening van Crouch. En is ze wel weer blij, denk ik zo. Zouden die mannen zelf weten, eigenlijk, dat als ze geen voetballer zou zijn, dat ze dan misschien echt helemaal niet zo'n vriendin zouden hebben? Of denken ze echt dat ze lekker zijn? Zo Crouch bijvoorbeeld. Dat vraag ik me echt af. Misschien is het over 20 jaar ook eens wel met YouTube. Dan ben ik net op het verkeerde moment ingestapt. Anders had ik ook zo'n vrouw gehad. Over dat soort dingen ga je nadenken in het leven om 1 uur 's nachts. Dit is echt denk ik wel het saaiste potje 4 wat ik ooit speelde. Echt, oprecht. Ik heb denk ik niet vaak zulke saaie potjes 4 gespeeld. Neerhalen. Ja, Crouch. Gaan jongen. Gaan mijn jongen. Crouch. Oh. Ja, Crouch. Hangen. Nee. Crouch, hoe staat hij buiten het spel jongen? Hey, Abigail, als je nou denkt van, ja, mijn man is echt te vaak buiten het spel. Hai. Gewoon 0-0 bij rust. Dat gebeurt echt nooit, hè, FIFA. En wat zijn er weinig kansen geweest. En wat gaat hij alsnog scoren net voor rust? Nee, dat niet. Nou, 0-0 bij rust. Fucking saai. Ja, Gutsen. Kom op. Je gaat hem worden. Tweede paal. Ah, ref, jongen. Er is gewoon nog niks gebeurd. Ik heb het nog nooit meegemaakt, jongens, in FIFA. Er gebeurt gewoon niks. No! Ik kom er gewoon niet door! Ja, hij bij mij ook niet. Hij is echt niet goed in aanvallen, maar hij speelt gewoon lekker verdedigend. Niks mis mee, hoor. Maar ja, het is gewoon divisie 7, hè. Die potjes moeten ook gewonnen worden. Maar ja, het is een beetje saai dan, hè, maat? Ja! Oh mijn god, Cleverley. Het gaat gewoon 0-0 worden. Ik heb het denk ik nog nooit meegemaakt dat ik een 0-0 speel. Oké, het is 0-0 gebleven. What the fuck? In ieder geval, mensen, ik hoop je deze video leuk vond. Als je het leuk vindt, vergeet hem zeker niet te liken. 50 likes zou super awesome zijn. En wil je nou meer van mij zien? Klik dan hier op mijn andere video. Hier op een andere leuke video. Of hier zo. Kan je abonneren op mijn kanaal. Echt leuk. Ik hoop je deze video leuk vond. Als je een like wil, gewoon niet de volgende keer. Ik zeg doei. Later.